Je bent bij Novo College in Beverwijk, de duurzaamheidscampus. En ik ben Tarieten van der Elst, lid van het college van bestuur. Nou, we vinden duurzaamheid ongelooflijk belangrijk. We hebben er ook een visie op. Niet alleen voor de ondersteuning, dus niet alleen voor onze panden en voor inkoop of bedrijfsvoer, maar ook zeker in het onderwijs. En het houdt in dat we zeggen, ja, beroepsonderwijs is onlosmakelijk verbonden met het bedrijfsleven en het afnemend werkveld. En als wij studenten willen afleveren die geschikt zijn voor de maatschappij, moeten ze iets met duurzaamheid? Want het vraagt de maatschappij van ons. Dus we hebben een aantal opleidingen ook daarop gericht. Maar in bijna alle opleidingen is duurzaamheid een onderwerp. Nou, we staan hier in Beverwijk, IJmondregio. Dat is natuurlijk een hele belangrijke regio. Daar gebeurt ongelooflijk veel. Als je ziet dat Tata onze grote buurman is, we ook heel veel opleiden voor Tata Steel. Maar daarnaast ook heel veel techniekopleidingen hier uitvoeren. Is het voor ons ongelooflijk belangrijk om daar iets mee te doen. Maar we zijn natuurlijk ook met de energietransitie bezig in Nederland. En Noord-Holland heeft gezegd, de IJmondregio speelt daar een cruciale rol in. Daar zijn we al even mee bezig, ook vanuit Nova. Maar we hebben 2 jaar geleden de nieuwe opleiding Junior Consultant Duurzaamheid gestart. Om ook juist het economische te verbinden met het technische. Daarmee kun je ook andere mensen trekken voor de techniek. Krijg je meer meisjes in de opleiding bijvoorbeeld. Dus deze opleiding heeft ook meer meisjes. Alleen dan heb je de opleiding en er zijn geen stageplekken. Het eerste jaar waren er weinig stageplekken en nu trekt het als een gek aan. Dan zie je het opeens enorm groeien. Dus dat is ook een hele bijzondere, dat je soms voorloopt. En nu is de markt eraan gewend en krijgt opeens duurzaamheid een enorme boost. En dat is heel leuk.